En Stichting Rumas heeft in het weekend een Vaderdag-evenement georganiseerd in de Paramaribo-Zoo. De organisatie heeft deze dag samen met Stichting Mang Mit Mang in elkaar gezet. Emmy Hart, directeur van Stichting Rumas, geeft aan dat Suriname vaders nodig heeft die wakker zijn. Hart zegt gemerkt te hebben dat na 10 jaar werken er nu vele deuren open gaan. Want wij moeten niet alleen met de jongens en de moeders bezig zijn, omdat de vaders ook nodig zijn in het proces van begeleiding, benadruk Hart. Ik zeg, die denk aan de takkie, papa jazo, omdat ik heb de boy, maar ik heb de patu, en ik heb de matu. Dus Rumas doet een beetje van alles. We hebben een gezinscoaching unit, dat naar begeleiding voor gezinnen, ook oma's, opa's. Iedereen die bij zo'n jongen betrokken is. We hebben een job placement unit. We zoeken werk voor jongens. Op dat straatje hebben we een gecontroleerd job. Dat is de unit. We hebben een huiswerkbegeleidingscentrum. Daarbij kom ik in huiswerk. We hebben een creatieve vormingspoot. Je kan tekenen, je kan boetseren, je dansen, je dwala sotsani. We hebben een maandagschool, dat naar kerkie, geestelijke vorming. En na vandaag gaan we kijken of we trainingen doen. Hart geeft verder aan dat de Surinamers zowel de moeders als de vaders training nodig hebben. De directeur vindt het moedig van de vaders dat ze in grote getalen naar het evenement zijn gekomen. Een van de aanwezige vaders was DOE-voorzitter Steven Alfaisi. Hij gaf aan dat 2 mensen een kind op de wereld zetten, maar meerdere mensen zijn nodig bij de opvoeding en begeleiding van een kind. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. Wansma wanosari. Tusma wanosari. Ude verantwoordelijk in makanda. Dat nasa ons besef. Daar is waar we naartoe moeten gaan. En we moeten beseffen dat het gezin de basis vormt van elke ontwikkeling. Sta even erbij stil. En wat gezin, we gaan ervan uit, ik kan een compleet gezin, maar naar een pa, zo hoort het. Maar kan je door omstandigheid, aan dit tak, dat aan een geval. Maar belangrijk, en met dat naar de patide, is een konzo. Dat door omstandigheid, je normaal vervult je rol niet papa. In een gezin, dat je moet vervullen je rol niet papa ook te buiten a gezinssituatie. Dat want dat in de moro, maar je moet steek je verantwoord. Steven Alfaisi, voorzitter van DOE. Hij sprak afgelopen zaterdag tijdens het Vaderdag-evenement, georganiseerd door Stichting Rumas in samenwerking met de Stichting Mang Mit Mang. Deze is gehouden in de Paramaribo Zoo.